Wat heb ik gedaan voor Sliedrecht in City Skylines? Nou, City Skylines is een soort van SimCity. Het is een stedenbouwsimulatiespel, dus je kunt steden erin nabouwen met verkeer, gebouwen en alles wat erbij komt kijken. Ik heb dus in het spel Sliedrecht nagebouwd aan de hand van geografische informatie van waar rivieren lopen, hoe hoog het land is. Vervolgens heb ik met de hand huizen en bomen neergezet om zoveel mogelijk op de echte situatie te lijken. Het geeft wat dat betreft een beter beeld dan bijvoorbeeld 2D tekeningen of andere 3D renders, omdat je er echt in rond kan bewegen. Je kan alles erg goed zien, dus dat is het idee. Nou, we hebben nu 1 sessie gehad met de gemeenteraad. Hierbij heb ik in City Skylines verschillende scenario's uitgewerkt op het gebied van mobiliteit, groen-blauw structuur en woningdichtheid voor Sliedrecht Noord. En aan het einde van de raadsessie heb ik live allemaal wijzigingen gemaakt in City Skylines in Sliedrecht Noord. En die aan de raad voorgelegd om te reflecteren op de keuzes en de gesprekken die we die avond hebben gehad en wat voor impact dat heeft op de ontwikkeling. Het lijkt mij ontzettend gaaf als we dit nog meer in participatietrajecten gaan gebruiken. We hebben nu Sliedrecht nagebouwd in het spel. We kunnen vrij eenvoudig op verschillende plekken gebouwen toevoegen of straten weghalen of bomen toevoegen om een beetje een idee te geven van hoe kunnen plekken eruit komen te zien. Dus dat zal het vervolg zijn. Hierachter zit de plek waar we de komende jaren gaan bouwen. De ambitie van de gemeente Sliedrecht is om in Sliedrecht Noord 1400 tot 1800 woningen te bouwen. Als je dat gaat doen, dan moet je ook een goed participatieproces opzetten. Met de raad en met de inwoners van Sliedrecht. Zo worden wij de eerste gemeente in Nederland die City Skylines gebruikt om een participatieproces vorm te geven. Dat is uniek in Nederland en daar ben ik kei trots op. Met dit programma kun je heel snel zien wat de mogelijkheden zijn voor verenigingen, voor inwoners. Wat voor woningen er komen, waar ze komen te staan, hoe het eruit komt te zien. Oftewel, hoe ontwikkelaars een prachtige wijk in Sliedrecht Noord kunnen bouwen.